Welkom bij de livestreaming van RTV Borne in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen. Maar na lijsttrekkers hebben we ook een ander geluid, namelijk Annemarie Haak als voorzitter van de heemkundevereniging Borne. Annemarie, je bent altijd heel druk geweest met de Bornense Courant. Ja, klopt. Echt fantastisch. Ja, 32 jaar. Ja, 32 jaar. Ja, altijd artikelen geschreven, ja. Mensen opgezocht, ja. Mensen gevraagd. Dat is heel erg leuk. Ja, dat heel wou ik weten. Ja, het is echt leuk om mensen hun verhaal te laten doen. Ja. Dat vond ik altijd heel erg leuk. Maar ja, er waren ook wel voorvallen in Borne waar je verslag van moest doen natuurlijk, wat minder leuk was. Maar goed. Nou, maar dat hoort er ook bij. Hoort er allemaal bij. En ik heb het altijd met heel veel plezier gedaan. Ja. Ja. Mis je het? Nou, de Bornse Krant, dat was mijn ding, zeg maar. Die zat in mijn hart. En toen de Bornse Krant ophield te bestaan, toen werd het voor mij al minder aantrekkelijk, zeg maar. Ik vond het minder leuk. En ook vooral de manier waarop dat gegaan is. Klopt. Ja, dat verdient beslist geen schoonheidsprijs. Nee. En toen was voor mij ook eigenlijk een van de redenen om te zeggen van, nou, ik stop ermee. En dan is het ook goed. Ja. Ja, dan heb je ook gewoon de vrijheid en gewoon de rust om te zeggen, ik ga wat anders doen of ik ga me ergens anders in verdiepen. Ja, ik schrijf nu voor het tijdschrift Zilver, voor de actieve 60-plusser. Oh, en dat is ook heel erg leuk om te doen. Dus eigenlijk doe je hetzelfde weer, alleen dan voor een tijdschrift. En af en toe voor RTV Borne. Ook nog, ja. Hartstikke goed. Ja. Maar ja, vooral de verhalen natuurlijk. Dat iedereen is met de verhalen van anderen bezig. Precies. Probeert dat in beeld te brengen. Precies. Want dat is eigenlijk... Waarom is dat zo belangrijk? Heb je daar, want je hebt dat zo vaak gedaan. Wat voor gevoel riep dat op dat je die verhalen constant kon vertellen? Nou, ik vind het altijd heel interessant om te weten wat mensen bezighoudt. En waar maar ze, dat is nieuwsgierigheid, denk dat ik. Dat ook wel. Maar ook omdat dan... Vaak zijn het hele simpele dingen, maar ook vaak hele leuke dingen. En omdat daar dan een verhaal van te maken, ik mag graag schrijven, dan is dat gewoon leuk om te doen. Maar dat geeft toch ook reacties als je dat geschreven hebt en mensen dat lezen? Ja, echt wel. Herkenning en het helpt ook dat er iemand zijn verhaal vertelt. Ja, precies. En vaak van het een kom je weer in het andere verhaal, want dan hoor je weer iets anders en dan ga je daar weer op af. Ja. En zo bouw je eigenlijk een heel netwerk op en dan is het leuk. Dat is het. Ja. Heel belangrijk voor Borne. Ja, dat is echt... Zonder netwerk kun je niet. Nee, dat is zo. Nee. Ja. En Borne leent zich voor om te netwerken. Die ruimte is er. Dat moet kan. Wel, want anders dan wil het niet. Ja. Maar nou ben je bij de heemkunde. Ja. Wat is er zo interessant aan heemkunde? Nou, heemkunde is eigenlijk een verzamelnaam voor geschiedenis. Geschiedenis van Borne, maar dan zo breed mogelijk. Dus van heel lang geleden tot nu eigenlijk alles, veelomvattend. En ik ben zelf van Bornse, ben geboren aan de Tuggeweg, mijn vader aan de Delftse Straat. Dus we zijn echt een Bornse familie. En dan interesseert je dat, hoe het allemaal gegaan is in de loop der jaren. Maar wanneer kwam die interesse bij jou van, komt dat door de familie die je al generaties, bij wijze van spreken, al hier in Borne woonde? Of... Nou, eigenlijk, geschiedenis is eigenlijk al een deel van mijn leven. Eigenlijk al van vroeger vond ik geschiedenis al heel erg leuk. Ik weet dat ik op de ULO les had van een zuster, Josephine Marie, die kent je. Je kent haar wel, Dotje noemden we haar. En die kon geschiedenis geven als geen ander. Is dat de Josephine die wij allemaal kennen? Die kon geweldig geschiedenis geven. Ja, als je in huis kwam, hoefde je niet meer te leren, want je wist alles al. Die, geweldig. En daar heb ik eigenlijk de liefde voor het vak eigenlijk gekregen. En later, toen ik zelf leerkracht was, mocht ik ook heel graag de verhalen vertellen aan de kinderen. En dan rol je daarin, hè, van het een is de andere. Ja. En dan de krant en dan nou bij de heemkunde. Ja, logisch gevolg. Ja. maar wat zien jullie als taak eigenlijk bij dat heemkunde gebeuren? Wat is de belangrijkste taak waar jullie voor Borne om je mee bezig te houden? Nou, want het is zo uitgebreid wat jij zegt. En dan zo pakken jullie het ook aan, heb ik het idee. Ja. Maar wat blijft er waarom is het voor Borne belangrijk? Laten we dat... Nou, vooral ook om dingetjes vast te leggen. Hè? Om te registreren en te documenteren. We hebben ook in het cultuurhuis, in de benedenverdieping, het HIP. Het Historisch Informatiepunt. Daar zit een heel fotoarchief van Borne. Daar
kunnen mensen naartoe als ze hun stamboom willen onderzoeken. Er is een heel archief van allemaal bidprentjes. Zeg je nou, bidprentjes, wat moeten we daarmee? Maar daar staan wel de namen in en de gegevens in van de mensen die overleden zijn hier in Bonn. Mm-hmm. En als je dan op zoek bent naar jouw familie mm-hmm. of naar voorvaderen, dan zijn die bidprentjes natuurlijk geweldig, want daar staat informatie op, zoals dat vroeger dan veel gedaan werd. Is die hip ook gelinkt naar andere historische gegevens? Of? Nou, we hebben op de beeldbank, dat is digitaal. Ja. Mijn stad, mijn dorp zijn we bij aangesloten. Daar staan ook heel veel foto's van ons op. Ja. En als wij ze niet hebben, dan verwijzen we altijd naar het archief in het gemeentehuis. Want die hebben natuurlijk ook een hele collectie. Maar het zijn niet alleen foto's, het zijn ook documenten. Eigenlijk van alles behalve, tastbare dingen, als bijvoorbeeld een vaasje of zoiets ergens, daar hebben wij geen ruimte voor. Dus dan brengen we dat ergens anders naartoe, waar het dan wel thuis hoort. Ja, want jullie zitten nou in de kelder van het cultuurhuis, maar ja. Dat is natuurlijk niet de beste plek om daar te zitten. Nee, want de aanloop is er niet. Hè? Nee. Ik bedoel, toen we op de eerste verdieping zaten, ja, daar kwamen mensen boven. Die gingen naar de bibliotheek en die zagen onze mensen zitten. Wat doen jullie hier? Nou, dan kom je aan de praat. Ja. En dan werkt het beter. Maar nu zitten we echt beneden. Maar ja, god, er is geen plek, geen ruimte. Ja, ja. Dus we moeten het ermee doen. Maar ja, aan de andere kant timmeren we ook wel behoorlijk aan de weg natuurlijk. Ja. Hè? We hebben vorig jaar die fotopanelen tentoonstelling gehad in het centrum. Ja. En klopt. We hebben een speciale uitgave gehad van Born en Boerschap. Born en Boerschap is onze magazine. Dat komt drie keer in het jaar uit. En jullie zaten met de Rode Draad. Zaten jullie de Rode Draad zaten wij daarbij in. We hebben een speciale textieluitgave gedaan. Ja. En het jaar daarvoor hebben we nog een speciale uitgave van de bevrijding gedaan. Van de Tweede Wereldoorlog. En zo proberen we toch wel zoveel mogelijk mensen te bereiken. Ja. Dat is echt een beetje de bedoeling. Mensen bereiken, mensen met elkaar daarover in gesprek brengen. Ja. Daar willen jullie naartoe. En een beetje enthousiasmeren natuurlijk. Ja. Hè, dat ze lid worden van de Heemkunde. Ja, dat ze denken van, goh, dat is eigenlijk best een leuke vereniging. Ja. Want het is natuurlijk niet zo, want er wordt vaak gedacht. Heemkunde, oh, dat zijn allemaal van die grijze koppetjes. Een beetje saaie figuren. Dat zijn figuren. Het ook wel. Zijn ook wel, maar ja, wanneer heb je tijd voor geschiedenis? Dat is wanneer je pensioen hebt. Ja, dat klopt. Dus heel veel mensen, als ze pensioen hebben, denken ze, oh, nou, ik wil dat uitzoeken. Ik wil dat eens gaan doen. Ja, ik wil daarmee bezig. Ja. Maar ja, er zijn ook, tenminste, we hebben ook wel leden, vooral voor de Born en Boerschap, die wat jonger zijn. Ja, maar je hebt ook grijze types die heel vrolijk en dat allemaal netjes op een jeugdige manier kunnen vertellen. Ja. Dus dat is best wel interessant. Hoor. Dat klopt. Het is veel interessanter als, omdat mensen het niet kennen, zouden ze er meer in aanraking mee moeten komen. En we horen ook vaak van mensen die van buiten, zeg maar, in Born komen wonen, dat die daarin geïnteresseerd zijn. Ja, wat was dat vroeger waar ik woonde? Hoe zag dat eruit? Dat is best heel erg leuk. En dat kan allemaal. Ja. 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 Dus jullie moeten zeker een betere plek en een zichtbare plek krijgen in Born zelf. Dat ja, dat willen we wel heel graag, maar dat is natuurlijk heel lastig. Hè? Kijk, we zijn begonnen in de Oude Schub aan de Ennekedijk en dat was natuurlijk een perfecte locatie. Perfecte locatie. Maar ja, dat is allemaal verkocht, dus we moesten op zoek naar wat anders. Ja. Terwijl de gemeente dat wel voor jullie gereserveerd had in de tijd, die Oude Schub, dat hebben ze wel geld in gestopt. Om dat voor elkaar Jawel, maar dat was natuurlijk de eigenaar die heeft dat natuurlijk gedaan. En er is ook wel geld van de gemeente gekomen. Ja. Maar die eigenaar van het pand was ook onze voorzitter. Dus vandaar dat wij makkelijk daar terecht konden natuurlijk. Ja. Maar want je hebt toch ook het huis van Born, of tenminste dat huis waar Born elke keer mee in de krant komt. Het nieuwe gemeentehuis bedoel je? Nou, nog niet eens het huisje met die twee huisjes ernaast. Waar als je Born binnenkomt rijden. Oh, de Klopjes. Klopjeswoning. Ja. Want dat is toch zonde dat dat zomaar... Dat was toch een uitstekende plek om daar... Ja, maar ja, dat is dan dat wordt dan verkocht, want het is te duur en onderhoud. Ja. En een heemkundevereniging is natuurlijk niet zo schatrijk, dus die kan dat ook niet. En Maar zo'n soort plek zouden jullie terug moeten hebben. Perfect, perfect. Of we zitten ook al te denken aan bijvoorbeeld het klooster in de Stationstraat. Bijvoorbeeld, dat zou ook leeg komen. Maar ja, daar moeten we nog eens even achteraan. Ja. En komt er een oude boerderij, wordt die gebouwd op Wildiek? Ja, dat is, er staan iedere keer die panelen dat het te koop en te huur is. Ja. Maar goed, ik heb geen idee wie daar de eigenaar is. En daar zou toch eigenlijk voor iedereen iets moeten gebeuren? Ja.
Ja, maar dat is een prachtige plek. Ja, het is prachtig. Maar ja, zeg, het moet ook niet al te veel kosten natuurlijk. Hè, ja, want de heemkundevereniging is niet schatrijk. Ja, wel een informatie, maar niet echt. Krijgen jullie wat ondersteuning van de gemeente? Nee, of is er helemaal niks? Nee, helemaal niks. Nee, we zijn gewoon self-supporting. Ja. Zo, dat is knap. Dus je moet er zelf subsidies overal aanvragen. Nou, als we een project hebben en we vragen daarvoor subsidie aan, dan is dat gewoon voor onszelf. Oh, ja. Dat is niet van de gemeente uit. Nee, dat is niks meer. Okay. Nee, want wat dat betreft zijn we heel jaloers op Haaksbergen, want die hebben in de kelder een hele afdeling alleen voor de heemkundevereniging daar. Ja, ja. Maar ja, goed. Ja, ja. En die ontvangen mensen en die kunnen daar ook veel meer mensen. Ja, en die geven cursussen. Dat zou schelen natuurlijk. Daar heb je wat meer inkomsten. Dat zou mooi zijn. Ja. Ja, maar ja, we hebben geen ruimte. Dus, nou. Als je naar de heemkunde kijkt, wat zou je... Want je hebt beschermd dorpgezicht. Je hebt de textiel in Borne. Waar liggen jullie speerpunten? Waar liggen jullie accenten of zoiets? Als je naar Borne kijkt, is dat... Het beschermd dorpsgezicht of is het het S-dorp wat jullie in de gaten willen houden? Nou, eigenlijk alles wel. En we werken natuurlijk ook veel samen met de gidsen Oud-Borne, mm-hmm. die rondleidingen geven, zodat de Oud-Borne steeds meer in zicht komt. En het project Kerstmis in Oud-Borne, dat is ook voortgekomen uit de heemkunde. Ook zo van, nou, kijk eens even hoe mooi of Borne is. Dus mm-hmm. inmiddels is dat een eigen stichting geworden, omdat we gewoon te groot werden. Ik ben daar nog wel steeds voorzitter van, maar zeg ik, dat is gewoon een beetje uit de hand gelopen. Ja. Ja, maar het komt wel voor dat is prachtig natuurlijk, dat het dan op die manier die verbinding toch doorgaat. Ja. Ja, precies. Ja, maar ik bedoel, als je van de gemeente verandert, Oud-Borne, of er wordt daar gebouwd, is er greep op dat ze vooral ook met heemkunde in overleg zijn van nee, dat gebouw moet juist versterkt worden. Ja. Daar willen wij dit hebben, dit moet meer zichtbaar worden. En... Nou, als er plannen zijn, dan worden wij daar wel bij betrokken. En anders trekken we zelf wel aan de bel. Dat is mm-hmm. wel iets wat we willen, ja. Om vooral Oud-Borne, vooral om dat terug te geven. Maar ook alles. Ik bedoel, het watermachientje bijvoorbeeld. Ja, daar hebben we ons ook nog wel mee bemoeid. Ja. Dus het is zo eigenlijk van alles eigenlijk. Hè? Mm-hmm. En als het dan één keer goed staat en het is onder aandacht gebracht, dan dan trekken we ons dan terug. Dan kan het weer... kunnen mensen daar weer mee aan het werken. Ja. Hoeveel vrijwilligers zijn er wel niet? Nou, aardig wat. We hebben natuurlijk, wat ik net ook zeg, onze boeren en boerschappen. Daar hebben we het schrijverscollectief. Een aantal mensen die elke keer zorgen voor kopij. En er zijn artikelen ook over van alles en nog wat, de meest brede zin van het woord. En die moet natuurlijk in elkaar gezet worden. We hebben een eindredactie bij, we hebben bezorgers erbij. Nou, al met al nog zeker wel, ik wil niet veel, maar toch wel zo'n 50. En jullie doen ook je best om juist de geschiedenis van Borne... om die dan beter ook op... Ja, om die levend te houden. Om die levend te houden en die ook te publiceren. Ja, nou, dat komt vaak. Hè. Er zijn er verhalen die, van vroeger. Mm-hmm. Mensen die een interview doen met iemand... Of die nog wat weten of die onderzoek gedaan hebben... naar een bepaald gebouw of project of wat dan ook. En dat wordt daarin gezet. Gaat het ook naar basisscholen toe? Dit boek niet. Daar is het eigenlijk een beetje te moeilijk voor. Mm-hmm. Wat we wel gedaan hebben, is een aantal jaren geleden... met ons jubileum hebben we een geschiedenisboek uitgegeven... speciaal voor basisscholen. En dat geschiedenisboek dat loopt parallel aan de geschiedenismethode... die op dat moment op de scholen uitgegeven werd. Dus als je hebt over zeg maar Napoleon, de Napoleontische tijd... gebeurde er in die tijd in Borne? Ah ja. Dus dan, ja, fantastisch. Ja. Dus dat kan er gewoon naast gelezen worden wat er aan de hand is. Ja, 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 ja. Prachtig. Ja. Ja. Ja, we hebben natuurlijk ook de kleine kanon, die is daar ook van, speciaal voor de basisscholen. Ja. Ja. Ja, heel goed. Gewoon om die geschiedenis toch een beetje aantrekkelijk te houden, ook voor kleine kinderen, want die vinden dat best wel heel erg leuk. Ik vond vroeger zelf wel heel erg leuk om aan school te vertellen. Zeker. En kinderen vinden dat prachtig. Ja. Ja. Nee, doet het heel goed. Die kanon van Borne. Dat is een prachtig boek geworden. Ja. Maar komen jullie ook op basisscholen om les te geven? Of zover gaan jullie niet?
Nou, dat hebben we wel gedaan, maar ja, sinds corona ligt alles natuurlijk stil. Nee, dat... Maar dan moet je wel een bepaald project hebben, hè, ja. Wat je dan op scholen gaat doen. En dat kon natuurlijk eigenlijk heel mooi in die oude schub. Ja. Dan nodigden we de basisscholen uit om te komen. Ja. Zo hebben ze al eens een keer iets gehad met stippeltekens en stroovlechten en dat soort dingetjes, ja. En de mammoet van Borne. En de mammoet, ja. Dat was natuurlijk ook een leuke aanleiding. Ja. Omdat, ja. Nou, dus jullie zijn om die mammoet in Borne te houden, dat mag van jullie wel. Jawel, je bedoel je de echte beenderen? De echte beenderen en vooral ook het kunstwerk van Patrick Josso. Ja, ja, alhoewel ik daar niet zo kapot van ben. Maar goed, ik vind het wel leuk dat daar een beetje aandacht aan geschonken wordt. Ja, ja, want ja. Het is, op een gegeven moment is het een heel herkenbaar beeld geworden ja, in Borne. Ja, is het afgelopen. Ook. Maar ik vind wat op de Stromae staat, die kortenstaal, spreekt mij iets meer aan dan dat beeld dan wat daarnaast de doorzet staat. Ja, ja. Maar dat is persoonlijk. Ja. Ja. Okay. En die beenderen, ja, die zijn natuurlijk, die moeten goed opgeborgen worden. Er moet klimatologisch verantwoord zijn. Dus ik weet niet of ze hier in Borne daar plek voor hebben. Ja. Dus wat dat betreft... Waar liggen ze nu? Ze liggen nu in de Twentse Wellen in Enschede. In de Twentse Wellen. Oh, ja. Ja. En daar kun je ze wel bezichtigen. Ja. Maar dan zou een replica zou daar eigenlijk hier in Borne moeten zijn. Op misschien is dat wel een idee. Om dat mee te nemen. Ja. Ja. Want het is natuurlijk wel een enorme fonds geweest destijds. Ja. Zonder meer. Ja, zeker weten. Ik weet nog dat ik met de hond ging wandelen, want ik had gehoord dat daar iets gevonden was. Ik denk, nou, ik ga met de hond wandelen, met ook nergens van weer. En hebben we gelijk aangehouden van, u mag hier niet verder. Zo, wat is hier aan de hand? Wat ben je dan En zeker aan met zo'n hond natuurlijk. En toen kreeg ik het wel uit eerste hand, dus helemaal goed. Oh. Ja. Wat streven jullie naar de komende 4 jaar? Waar moet het naartoe? Wat verwachten jullie? En welke steun zouden jullie eigenlijk van de gemeente willen hebben om een paar stappen verder te komen? Nou, wij willen in ieder geval nog steeds heel erg graag de jongere senioren bereiken. Dus dat we niet toch te oud worden, zeg maar. Toch liever de jongere senioren bereiken. En dan zijn we eigenlijk druk mee bezig om te bekijken hoe we dat doen willen. En een van die dingen is natuurlijk in de publiciteit. Hè, te laten zien dat je er bent, dus naar buiten treden. Dat hebben we natuurlijk het afgelopen jaar ook al veel gedaan. En natuurlijk een eigen onderkomen. Dat zou meer zichtbaar. Meer digitaal werken, of is dat ook? Digitaal zijn we ook. We hebben een nieuwe website in samenwerking met RTV Borne, een nieuwe website ontwikkeld. Ja. Ja. En we willen ook met de social media natuurlijk proberen toch ons bereik wat groter. Ook andere leeftijdscategorieën. Ja. Zodat we toch een beetje meer leren, jongere leren. Corona ook. Volgende week voor ons is afgelopen, dan heb je ook weer, kun je mensen met elkaar halen. Ja. Ja. Leuk gesprek. Heel goed. Dank ik ben veel te weten gekomen. Dank je wel. En vooral wat jullie niet allemaal doen. Ja, het is veelomvattend. Het is echt heel veel. Ja. Maar wel heel interessant. Ja. Eén voorbeeld van verbinding en van op zoek zijn naar elkaar. Prachtig. Ja. Moeten we bewaren en helemaal eens. Archiveren. Helemaal eens. Borne in beeld brengt het grote en kleine nieuws uit Borne. Wij zijn te vinden op radio, televisie, internet en social media. Voor meer informatie kijk dan op borneinbeeld.nl.